Hoi mensen, ik ga vandaag een poes maken. Ik heb al een ocelot gemaakt. Ik zo in, maar we gaan niet zo in maken, we gaan een met poten maken. Nou, je hebt nodig sterk papier. Dit is van mijn envelop. Een pen of potlood of zo, of stift. En een schaar natuurlijk. Nou, en een plakband. Lijn. Oh, en dat is mijn draad. Sorry. Dit moet je eerst tekenen. En dan knip je alles door. Oh, sorry. Mijn hand. Sorry voor die draad. Behalve deze, 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 deze. Dus zeg maar, ja. Heel veel dingen hoef je niet gewoon, zeg maar, niet te knippen. Knip gewoon maar de vormpjes uit, zeg maar. Dus je knipt dus zo. Zo uit, zeg maar. En hier ook. En dan zien jullie mij zo als ik dat allemaal heb uitgeknipt. Tot zo. Hoi, hier ben ik weer. Ik heb deze gemaakt. Zo hoort hij. En dan vouwen we bijna alles om. Ook het staartje moet een beetje worden gevouwen, zeg maar. Die moet een beetje, zodat een beetje, ja. Even laten zien van die ocelot. Sorry dat het draad soms is. En het staartje, kijk, dus de vouwlijn, dat wil ik ook een beetje bij deze gaan doen. En je zag net ook dit. Dat knip ik zo nog uit, maar dat worden de poten ook. Sorry voor al die snoren hoor. Ik vind het heel vervelend, maar ja, hij zit aan mijn oplader. Dus. Zie maar als ik hem een beetje in elkaar heb gevouwen, maar nog niet heb geplakt. Tot zo. Hoi mensen, hier ben ik weer. Nou, dit is een beetje geworden. Ja, de voorkant, ik weet het, is nog dat. Maar dat gaan we nog regelen allemaal. Maar, tot zo. Hoi, hier ben ik weer. Ja, die zie ik niet zo goed. Maar zo wordt hij ook. Niet zo. Van mijn rood snor, maar zo even. Maar we gaan natuurlijk nog de poot maken. Zal ik zo even uitknippen. Laat ik ze even zien hoe ze eruit zien. En dan vouw ik ze in elkaar en plak ik ze. En dan laat ik ze zien hoe dat eruit ziet. En dan plak ik ze aan de poes. Zo. Hoi, hier ben ik weer. Dit zijn de poten. Het wordt een beetje vierkantje. Nou, je vouwt gewoon lekker alles. En dan wordt het een beetje een vierkantje. Een soort van, niet helemaal. Want aan de achterkant blijft het nog open. Dat hoort ook. Dan kan hij beter staan. Nou, tot zo, want dan heb ik dat gedaan. Tot zo. Hoi, hier ben ik weer. Dit zijn de poten. Deze is wel goed. En die zet je dan zo straks neer. Hier komt de poes aan. En dan ga ik hem zo laten zien. Tot zo. Ja, sorry dat het even niet kon. Maar ik had eigenlijk 4 poten nodig. Dus dan heb je 4 van deze poten nodig. En dan plak je die onder je poes. Oftewel, dit ding. En dit is een testing, dus daarom, vandaar dat het nog niet helemaal goed wordt. Ik heb hier een heel huis. Ik weet, dit ligt er helemaal doorheen. Maar dat ga ik nog een keer doen. Nou, dit was best wel leuk. En ik hoop in ieder geval dat jullie het wel ook leuk vonden. En tot de volgende keer. En trouwens, ik heb al 3 video's gemaakt. Kijk eens. Miauw. We hebben 1. Miauw. We hebben 1 blok. En we hebben nog een miauw. Miauw. Ik ben maar hier. En ik film hem hier. Ik heb echt heel veel video's gemaakt al. Maar niet allemaal van dit soort dingen. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer.